bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Nou, volgens mij, we rijden op parallel. Oh, voeltje. Volgens mij is het in de verte, dus je is een beetje... Nee, ik denk daar. Daar denk ik. Ik denk na die heuvel. Dat we dan door die witte daken. Het zal druk zijn. Hier een paar solixjes. Over 500 meter sla rechtsaf. Ja, zie, daar is het al. Diegene? Mirella toch? Huh? Mirella? Mirella. Volgens mij wel. Ja, Mirella. Okay. Even kijken of we... Mirella zien. Zie ze aan. Wie? Een roze petje, zei je? Ja, een roze petje op 1 uur. Ja, ik zie wel iemand met een roze petje staan. Ik ook. Ja, dat zou kunnen zijn. Ja. Ja. Gewoon zo, ja toch? Ja. Kijk, ben je nog nooit geweest? Nou, dat is waar het al. Juist. Kijk, dat is goed geregeld. Nou, we maken deze stad. Ja, dankjewel. Dank je. Hartstikke super. Leuk. Ja, het is echt nu heel druk. Oké. Okay. Ja, we hebben het. Dat zien we. We gaan nu springen. Tot 1.30, 1.35. Okay. Ik weet niet of je Christy Snipvangers kent. Wij kennen niemand, maar dat is ook een paarden-YouTuber. Oké, okay, okay, nou. Zij rijdt eventing en internationaal. En die was er gisteren, die heeft 1.40 gesprongen. Oké. Okay. Okay. Dus ja. Zal ik je een stukje van de lees laten zien? Ja, oh, ja, super leuk. Nou, dan gaan we die kant op, want daar hebben we de toren en daar beginnen de kleintjes. Oké, okay. Nou, leuk, is goed. Volg je, leuk. Ja, ik rij hier nu 3 jaar. Eerst bij een andere meeskree die gingen stoppen. Oh. En toen ben ik hierheen gegaan, nou ja. Helemaal thuis. Helemaal thuis. Ik mag helpen met ponykamp, spelletjes daar, alles. Leuk. Is groot. Ja, oh, dat is het zeker. Dit zijn de privéstallen. Oké. Okay. Dit is de witte stallen. Ja. Mooie bril, hè? Dit is de handelstal, want ze handelen ook aan paarden. Ja. Dus die paarden zijn eigenlijk te koop? Ja, okay. Ze hebben ze als veulens die ze opfokken. Er zijn laatst weer een paar veulens geboren. Maar hier staan alle pensionpony's. Ja, dat woord zegt het al, hè? Pension. Ja. Oké, okay, maar leuk zeg. Mooi. Hallo. Ja. Ja, je niet achterlangs te lopen. En hier hebben we dan de toren en hier begin je dus als je klein uppie bent met rijden. Oké. Okay. Hallo. Ja, dit land. Ja. Want helemaal daar af, ik zal het zo meteen nog even laten zien. Ja. Is allemaal van de Prinsenstad. Zo. Zo, kijk je. En dan lopen ze dan in de zomer de paarden dan, ja. Lopen dan los hier. Lopen ze lekker buiten. Lekker groot. Zo, dan ben je dan, hè? Kijk eens een mooie hokken zeg. Dit is een mooie. Wow. Hier komt een overdekte paddock. Oké. Okay. Oh, ja? Ja. En alles wat je ziet is eigendom van de Prinsenstad. Oké. Okay. Nou. Ja, hij is nu afgeleid. Hij, zij. Hi. Ja, hij ziet natuurlijk nu iets. Hij is afgeleid. Afgeleid. Dus dan gaan we die kant op en komen we bij de lessen. Oké, okay, leuk. Is goed. We waren hier nog nooit geweest, dan heb ik heel vaak voorbij gereden. Ik ook, totdat mijn oude manege ging stoppen. Ja. Toen was ik naar een andere manege wezen kijken. Nou ja, het was daarvan, wat kom je doen? En ik vond hier, het was
Je kan maandag wel in een proefles meerijden. Ja, ja. Makkelijk. Nou ja, uiteindelijk heb ik voor de dinsdagavond gekozen. En ze helpen je. En toen ben ik onzeker, dus ik ging even paardlopen. Ik kreeg een andere instructeur en die is met mij bezig om het vertrouwen terug te krijgen. Fijn, toch? Ja, ja, zeker. Dus we zijn eigenlijk vanaf nul weer begonnen en dan langzaamaan weer. Maar een mooie stal hoor. Heel mooi stal hoor. Heel mooi strand. Ja. En vogels, papa. Vogeltjes, ja. Dat leuk. Staat van de eigenaar. Ja. Van Gabri volgens mij. Voor het gerust jaar. Ja, en die zie je heel vaak, want hier achter ligt een natuurgebied. Ja, ja. Dat is heerlijk voor. Want als we als het ponykamp is, gaan we op donderdag een buitenhek maken. Dan gaan we hier het hek uit en dan gaan we het tunneltje omhoog en dan gaan we helemaal daarheen. Oké, leuk. Nou, hier staan nog andere stallen. Oh ja, ja. Ja, ja. Dat? Even afgeleid. Wow. Ja, hier is een spier. Wow. Even afgeleid. Ja, dit zijn die echte wedstrijden. Die echt ja, mooie. Ja. Ja. 10 dagen lang zijn er alleen maar wedstrijden. Dus wij moeten ook verplicht binnenrijden met die warmte. Ja. Oké, okay, en hoeveel dag is vandaag tot ze rijden? De 9e dag. Oké. Okay. Kijk, hier hebben we dan een les. Oké. Ja. Deze witte? Deze witte, maar dat ding was weg. Dat is naar Linde. En hoe groot zijn de lessen hier altijd? Verschilt. Het kan 10 zijn, maar ik rij zelf soms in 4. Oh, dat is wel lekker. 5. Ze hebben allemaal losse schuimrubbers gevonden, hè? Ja. Ja. Ja, maar is dat toch wel die schuimer? Is dat, dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar ik denk dat het goedkoop is. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk te onderleggen. Bij die anderen zitten natuurlijk vaak van die gelpads onder. Ja. Nee, hier hebben we alleen maar schuimrubbers. Ja. Maar ik zal je de paarden stallen. Ja. Dat is goed. Wat is mijn knapper? We zijn wel aan het lopen nu, maar dit is een paardenbox. Mooie box hoor. Mooie box allemaal. Ja. Het ziet er heel goed uit. Ja. Dat is een mooie stal hoor. Blauwe erg. Ja. Dit is Diablo. En het is net een grote Shetlander. Diablo. Net lekker zitten drinken. Ja. Hier zitten drinken. Hallo. Ja, Diablo. Ja, ja, lekker nog een pet bij mijn mond hebben. Lekker. Dit wordt dus echt als. Ja. Nou, leuk. Ze kunnen elkaar ook zien zo. Die ja. Het raam is tussendoor. Ze kunnen zelfs elkaar begroeten. Ja. Diablo. Ze kunnen elkaar niet bijten. Ze zijn wel echt spijden. Ja, 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 ja. Ja, Diablo. Maar netjes hoor, mooi onderhoud allemaal. Dus bak van de eerste bak is onlangs vernieuwd. We hebben nog een bak die niet, want dus bij je erin hebben we nog een derde bak. Dan heb je 3 binnenbakken. Oké. Okay. En iemand die dus ook controleert is of alles de paarden rijden. Ja, meneer.
is een van de eigenaren. Stalmeester. Leuk hoor. Ik krijg dan les van zijn broer. Oh ja. En als het niet snapt, dan wordt het uitgelegd. En nog een keer. Ja. En nog een keer. Ja, dan is het. Hè. Zo leer je het. Dat is de methode. Ja. En op welk niveau ben jij dan nu? Ze zeggen dat het gevorderd is. Oké, okay. Nee, dan is het allemaal... Je zag geen gevorderde ouder. Nee, zo voel je jezelf niet. Nee. Nee. Ja, dat kan. Nou, hier de ponies. Oh, dat is wel leuk. Anton. Ponies ook. Goedemiddag. Hoi. Kijk, ook mooie stallen. Nee, nee, nee. Vooral van de stallen. Mooie verlichting. Ja. Allemaal vernieuwplaats. Ja. Hier hebben ze ook weer zo'n schaduwen mag worden. Ze hebben allemaal schaduwen. Hoi, allemaal schatten. Even een pony zo. Even opzij. Even opzij. Even een pony zo. En we hebben dan ook een ponytje en die kan zelfs zijn hoofd stellen. Oh ja? Oh. Ja. Dat is wel komisch. Allemaal een hitte hoofd. Ja. De hoofdstellen mogen af en de singles een beetje los. Loopt, kijk maar. Oh, mooi met die zadelophanging zo buiten. Dat vind ik wel handig, oh, mooi. Ja, handig. Kijk maar. Ja, kijk maar. Kijk maar. Kijk maar. Ik wil eten, Oh, zo is ze ook met opzadelen. Oké. Okay. En hier heb je ook op gereden? Nee, ik niet. Oké. Okay. Maar het is hoogst dan op de kant. Nee. Zieltje. En waarom moet die zaal te gaan blijven zitten? Waarom moet die zaal blijven zitten? Omdat ze zo meteen ook lopen. Oh. Ah, oké. Okay. Dus dan hebben ze nu een half uurtje rust. En dan gaan ze weer meteen voor de volgende les. In de les. Oké. Okay. We hebben er nog zo eentje, maar die is gekocht. Kan je niet? Nee, we hebben nog. In de hoek staat ze bellen. En lekker. Ik wil niet verder lopen. Oh ja, dat is nog zo'n eentje, ja. Hij is bellen. Ja, hij is ook leuk. Een beetje western, hè? Ja. Hier, gewoon. Beet. Wat? Beet. Dat is een beetje, precies. En dit stuk, dus zeg maar wat je hier. Daar. Ja. En daar is allemaal. Oké, groot. Dat is wel groot hoor. Jeetje. Ik kan wel gaan helpen, maar dan kom ik net in mijn nieuwe baan en dan ben ik alweer 2 weken vrij. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Oké. Zo, dat is een mooie bak. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Ja. Gewoon opgegaan, niet kapot. Nee. Spiegels, vooral bij je heen kan kijken. Ja, dat is handig. Hier rij ik ook al wel eens, maar meestal rijden we in die eerste bak. Oh ja, oké. Ja, hier. Ja, ik heb altijd ingegeven om te springen of alleen nu, maar de achterste bak, ja, die zou ik ook wel laten zien. Dat is een aparte springbak. Oké. Okay. We hebben een aparte springbak. Want hier kan je dus ook apart, dus naast je gewone lessen, nog eens springlessen volgen. Oké. Okay. Heel mooi uit, toch? Ja. Het is ook wel mooi weer nu natuurlijk. Ja. Ik denk dat het
zitten we wel. En dit is dan de allergrootste bak. Nou, als je die hebt gezien, dat is echt een bolzaal. Die twee zijn echt twee kleintjes. Echt een bolzaal. Ja. En met Pinkster hebben ze dan een finale. Dus de rij is dus... Ja. Oh my. Ja. Ja, dat is zeker groot. Dus ze kunnen dus drie bakken tegelijk lessen. Ja? Ja, dat is zeker groot. Hier rijden Ja, kan het weer. Goed, draaien naar voren. Jij draait meteen naar buiten zo. Je moet je voeten recht maken. Recht. Ja, hoe is het? Wat is het? Als je waardig poept, dus staan ze eigenlijk op. En dan gaan ze poep scheppen. Maar doe je dat voor een auto zelf of schap vindt? Nee. Nee. Ik denk dat mij kan ook nog even kijken. Kijk maar eens. Hij hoort dat even. Het geeft niet aan. Naar het springen. Dan wil je de... We hebben er helemaal voor aan de kant hier. En de kunst. Hier mogen we met dankbrengen van Arie. Jij hebt precies waar we hem terug konden kijken? Ja, in beeld.tv. Hier kan je van alles, vorige week vrijdag, en zeg maar morgen, je kan alles live kijken, terugkijken, alles. Nog 5 te gaan in deze rubriek antwoorden over waterminister Jan Toor. Partier van de einde met JJ, die is van Tarantino Lood. Vorige week was het dan Kuur op Muziek, toen was ik met mijn vriendin naartoe. Ja. En zondag wilde ik ook, maar toen zei mijn ouders van, hallo, blijf even thuis. Dus heb ik het gewoon thuis zitten kijken. En daar zie je ook gewoon wie de draaierij is. Ja. Hallo. Ja. Ik blijf er gewoon over de winden met z'n. Gisteren was er een die is van de paard afgevallen en Linden is met de lucht. Oeh! Nee, 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 grote stapmolen. Wat is dit dan? Een stapmolen. Dan gaan we hem in gaan zetten. Dan moet ik daar onderste lopen. Heel groot, heel raar. Gaat deze overheen en terug? Ja. Oh nee, nee, nee. Hier
achter een hele grote losgooibak. Daarachter zijn nog stallen. Hoi, ma. Kijk. Hoi, vriend. Ja. Hier hebben we dan de springbak. Meer net gezien. Nou, wel. Ja. Zo, hier kan je dan even inspringen. Even inspringen. De laatste promenade hier, nou dan hebben we 43 aan mijn hoofd. Ik zal je de losgrijpbak laten zien, nou, die is op mega. Houdbak. Ja. Achterkant. Ja. Daar. Dit is eigenlijk een losgooibak. Okay. Dus hier staan nu stallen in. Ja, vanwege concours kan je je paardje ook stallen, zeg maar. Ja, je hebt een stad in gezet. Ja. Ideaal voor zo'n evenement als dit. Ja. Dan kun je tenminste even je spullen kwijt. Precies, even lekker afkoelen. Zo. Nee, hier achter ook nog allemaal stallen. Zoveel stallen, joh. Ja. Ik kan nagaan hoe groot het hier is. Ja, dat is wel heel groot, ja. Ook overal paarden. Ja. Handelstal, dus hier zijn paarden ook te koop. Ja. Je moet over het terrein met je fiets, zo groot is het. Ja. Of je kan over het terrein met je paard. Ja, kan ook. Ja, dat is lief. Zie je wat? Cool. Ja, zeker cool. Ja. 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 Ja, hier kom je nog eens ergens. Paddokje. Ja, dat is niet zo staan. Ja. Hier. Paddokje, ja. Ja, dat is eventjes... Kun je ze even losgooien. Kun je ze even losgooien. Weet wij dat nog zien? Ja, ja, we gaan even zien. Ja, toch. Leuk. Die is echt heel groot. Ja, dat zou wel. Wel. Dit is natuurlijk wel, hè? Dat is wel heel klein. Ja, heel klein. En hier kun je vier voorspringen. Leuk. Het is eigenlijk in de trailer. In de breker. In de breker. Oh, ja. Kun je hier het hok voor de olifanten laten zien? Ja. 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 Dit was de eigen van de dierentuin. Ja. Ja. Hey. Sta jij hier met? Dit zijn ook paddocks. Paddocks. Dit zijn ook paddocks. Ja. Oké. Lijkt wel. Dit lijkt wel artisch. Ja. En groot. Beetje maar groot. Ja, dit is nog gelijk zo groot. Nee. Dit is niet zo gebot. Ponyhoek, dat was dat. Ja, dan giet je het ook op de zadel. Ja, daar is ook een beetje klein weiland. Ei. Ja, ei. Nou, dit is hoofdzakelijk. Dit is dit eigenlijk is bijna het hele weiland van de Indonesië. Oké. Dus dan kun je alles lekker laten loslopen. Ja. Hallo! Nou, hier gaan dus de paarden als ze zaterdag niks meer te doen hebben. Kun je ze even lekker loslopen? Dan gaan ze het land in en maandagochtend gaan ze eruit. Maar hier hebben ze ook al een eigen stuk van, wat is het, 10 bij 20 of zoiets? Ja. Ja, dat is wel weer iets anders loslopen, Appie. Ja. En die haalt alle mest eruit dan? Als ze hier, die jongen die net voorbij liep. Gewoon zelf door de natuur opgeruimd of als de eigenaren, zeg maar. Want er staan wel mestbakken. Ja, je kan het even opruimen. En ze hebben natuurlijk altijd die figuren zoals jij die dan even opruimt. Die moet allemaal op bij de meisje. Ja. Okay. Ja. Het is dus als we kamp hebben en mogen de kinderen ze uit het weiland halen, dan gaan ze elke dag het weiland in. En dan is het
Dan staat er soms wel eens daar een pony of daar een pony. Ja. Die wil niet uit de sloot. Die wil niet gepakt worden. Of er ligt een pony in de sloot. Lekker hoor. Dus dit wordt allemaal nog bij de Prinsenstad. Zo, pas het wel. Maar die witte kan nu wel hier. Oh nee, achter dat achter. Ja, hè. Er zit wel samen. Er zal wel draad zitten. Ja, we hebben nog wel samen in een stuk. Ik weet alleen even niet meer hoe. Maar dit zijn Manege paarden of is het dit zijn eigen paarden. Ja. En dat zijn Manege paarden. Oké. Okay. Ik wil wel even naar voren lopen. Nou ja, ik. Okay. Over overkapping en ik loop buiten. Maar goed, we gaan even kijken. De temperatuur is natuurlijk lekker, 35 graden. Dus dat kan makkelijk. We gaan even kijken. Ja, ik snap dat ze hier af en toe in water in het water liggen. Ja? Maar het is niet heel diep uit. Ik weet het niet heel makkelijk uit te krijgen. Ja? Het is een dag als vandaag dan. Vinden ze het heerlijk. Snap ik ook wel. Zou ik ook zeggen. Dat is helemaal inderdaad echt een beetje diep. Ja. Gewoon een beetje dubbel zijn. Ja. Nou ja, we gaan altijd een spurt toe doen en dan komen we hier langs. Lopen we terug en daar heb je een sloot. En daar springen ze met z'n En weet je dan ook als je tijd hebt voor het hotel of hier rijdt? Ja, of het... ja, nee. Ik weet van tevoren al, als ik tegen mij had gezegd, maar nu zit ik op King. Want we gaan de basis terug uit op King. Dus daar ben ik voorlopig met je. Hey. Een beetje lekker de ruimte. Ja.
Want deze bak is eigenlijk een bak, dus dat ze er drieën kunnen splitsen. Oké. Want die wordt ook weer gelegd in deze bak? Ja. Oké. Ik rij in het voorste gedeelte en het achterste twee gedeeltes worden vaak voor één les gebruikt. Maar als het een kinderles is, dan kunnen ze het makkelijk in drieën splitsen. Oké. Hoe dagen ben jij je nou om? Vandaag is dit de derde dag. Okay. Nou ja, als je mijn lesdag mee rekent, vier. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik ben deze dag vandaag de les 1. Oh, die is hier geboren. En die ook, Ludo D. Oké. Daar heb ik vorige week heel veel wedstrijden mee gewonnen. Dus als je een paard zou willen kopen, die kan je dan hier kopen. Deze komt ook. Dit is ook mooi, zeg. Oh. Dat is wel mooi. Hoog ze zijn. Ja, dat is aardig hoe je moest tussen. Dat is ook een woord, Newton. Een prijs. Gisteren was het ook vierjarige springen. Huh? Oké. Okay. Dus dan gaan ze voor het eerste jaar dan, voor de eerste keer? Ja. Of ze zijn wel getraind, maar ja, voor als ze vier zijn, mogen ze net in de wedstrijdsport. Ja. Wat ben jij, lievertje? Ja. Wat ben jij, lievertje? Ik ben een lievert, hoor. Wat zijn er allemaal lievertjes? Allemaal lievertjes. Ja. Wat ben je? Allemaal knuffeldieren. Kom eens. Ook grote stallen, hè? Mooie stallen. Oh. Ja. Overal de goede stallen. Lekker een windje ertussen. Ja. En als het maar even kan, dan gaan we de deuren van de stallen open. Ja. Lekker frisse lucht. Kijk hoe groot deze is. Ik kan gewoon de hele bak gebruiken. Nee, je rijdt elkaar niet in de weg in ieder geval. Dat is wel lekker, hè? Dan heb je tenminste de ruimte om te rijden. En als ik zou willen, zou ik gewoon hier een paard uit de stal kunnen pakken en gaan rijden. Oké. Okay.
Dat mag. Ja. Ja, wel in overleg. Ja, ja, natuurlijk. Alles in overleg met. Natuurlijk, altijd. Als ik zou willen, zou ik nu een paard kunnen pakken en dus een mooie bak, hè? Ja. Stappen hebben we dus tot de volgende hindernis. Oké. We lopen hier allemaal in de baan. De volgende stap is dus hier de achterste hindernis, hierheen. Ja, maar hier, dat is anders dan vanochtend, hè? Even de CAA-lijn. Springt. Daarom. Oeh, mooi lesjes. Ja. Je moet zo uitkijken. Ja. Spring allemaal door elkaar. Ja. De ene rijdt op de linkerkant, de andere op de rechterkant. Maken.
Lekker de wind op het lekker hoor. Ja, dat is een beetje beter. Ik heb even opgeschoven. Je leert er ook helemaal op. Ja, en dan net werd het een beetje rollend. We hebben mijn tweede bak in. Dus dat was de ene die ging op. En tot de volgende vlog van mij. Doei!